Stel je voor, je mag een tattoo uitkiezen voor iemand anders. Het mag daadwerkelijk alles zijn en ze moeten hem zetten. Maar diegene mag precies hetzelfde bij jou doen. Je wordt geblindeerd en je krijgt de tattoo pas te zien als die op je lichaam staat. Never ever get a tattoo blindfolded. Voor de rest van je leven. Het kan natuurlijk één groot succes worden, maar het kan ook aflopen als één enfant terrible. Dat is amazing. Het Nederlandse duo dat deze uitdaging aangaat zijn Ex on the Beach sterren Elodie en Jordan. Mijn pluspunten. Intelligentie natuurlijk. Hallo. Nee, met billen. Kom op. Ik ben super playboy omdat ik altijd alle vrouwen krijg. Linksom, rechtsom, een of andere manier komen de vrouwen altijd bij mij uit. Ik denk dat ik er 400 heb geneukt, minimaal. Ik heb er wel heel wat uit elkaar getrokken. Gezien, gevoeld, geroken, geproefd. Nou, wij gaan vandaag tatoeages laten zetten bij elkaar. Tijdens Ex on the Beach zijn we bevriend geraakt. We hebben daar elkaar beter leren kennen. En ja, het is echt een complete gek eigenlijk. En ik kan er wel om lachen. Ik ben redelijk nerveus. Het is Elodie. En Elodie is zeer onberekenbaar. En ze komt uit Den Haag. En vanaf dag 1 dacht ik, ik ga ruzie met haar krijgen. Alleen om het accent al. En ik dacht dat ze op het kamp woonde. En ik denk dat als zij de kans heeft om mij een beetje te naaien, denk dat ze die gaat pakken. Maar ja, dan krijgen ze hem terug. Jordan en ik konden gewoon altijd wel lachen. We waren allebei in voor gekkigheid, altijd in voor een grapje. Jordan die is ook gewoon wel een steekje los. Ja, het ook wel van een grapje. Ik ook. Dus ik denk dat de spanning wel heel hoog ligt. Zo, Elodie en Jordan. Ja. Zijn we er een beetje klaar voor? Eigenlijk niet, man. Nou, ik weet niet wat jullie aan de hand hebben, maar jullie zijn helemaal gek. Nou, daar gaan we, vriendinnen. Zenuwachtig. Ja. Elodie vertrouwt echt helemaal voor geen meter. Jordan vertrouwen is wel risico, Jordan vertrouwen. Ik verwacht dat ze gaat kloten, dat ze me gaat naaien. Maar ja, ik ga ook naaien, dus laat maar komen. Zo jongens, dat is Peter, dat is Ferry. Hi, Elodie. Hi, Jordan. Hi, Jordan. Hi, Elodie. En jullie lot ligt in hun handen. Dag. Ik hoop dat jij wat leuks hebt verzonnen. Ja, zijn jullie een beetje zenuwachtig? Ik ben bloedzenuwachtig, man. Ja, dat snap ik. Ik kan sowieso niet tegen tatoeëren en dan ook nog... Hij vertrouwt me niet. Nee, dat zou ik deze ook vrouw... schat. Mijn grootste angst is dat ze iets van Den Haag, iets wat daarmee te maken heeft, op mijn lichaam gaat zetten. Terwijl dit mijn mooie stad is, Amsterdam mijn stad is, kan ik geen Haagse dingen op mijn lichaam hebben. Mijn grootste angst is toch wel dat ik iets seksueel getint krijg op mijn lichaam en daar zo meteen aan vast zit. Heb je dat weer? Dus als je mij hebt genaaid, dan... Hang ik je aan de brug op? Hier dan. In mijn stad. Ach. Lekker hè? Nou, let's go. Met 400 bed? Ja, wel echt voor Jordan. Ja, al mijn tips, al die ideetjes, heeft die tattoo artist wel goed verwerkt. In dat ontwerp. Ja, goed geluisterd. Waar wil je hem hebben? Hier. Weet je echt zeker? Mooi zichtbaar toch? Dat is ook echt heel gevoelig, hè? Ja. Lekker plekje. Vind je dat leuk? Ja. Moet ik harder drukken dan? Ja, druk maar goed hard. Go ja? For it. Ik ben benieuwd, man. Hey, jongen. Ik denk dat het een beetje is geworden zoals ik wou. Kijk. Ja, perfect, man. Ja? Perfect, ja. Vind je het vet? Ja, ik vind het heel vet. Right. En dan ook nog op de ribben. Ook. Okay. Ook nog erbij. Tof. Ik denk dat ze gaat schrikken, man, dat ik dit waar heb gedaan. Ja, hij is eigenlijk perfect, maar misschien nog een klein beetje iets voller. Ja, en dan is het omdat het dan extra pijn doet eigenlijk. Dat is eigenlijk meer het idee. Goed. Top, man. Tik hem. Top. Gaan we doen. Schat, ik zie precies geen reet door deze hele snelle planga. Maar dat is natuurlijk de bedoeling. Dus, zet hem lekker op. En good luck. En Jordan, voor jou ook een heel groot montuurtje. Lekker man. Zet hem lekker op. Ben je klaar voor? Yes. Goed zo.
Succes. Dankjewel, zal ik nodig hebben. Schijt zo meteen mijn hele broek vol, hè. Ik vind het leukste programma om te houden, stop. Wat heb ik met tattoos? Eigenlijk heb ik er niet veel mee. Ik heb tatoeages gezet vroeger. Niet om mooi te zijn, meer om te laten zien wie ik ben. Maar ik ben er wel blij mee, het hoort wel bij mij. Ik heb een kusje hier omdat ik viezerik ben. En ik heb hier nog een tekst staan. Always true to the ones I love. Omdat ik, als ik eenmaal van je hou, dan ben ik er altijd en is het echt. Ja, ik hou gewoon van tattoos. Ja, ik vind het echt gaaf. Veel tatoeages hebben wel speciale betekenissen. Toen voor mijn vader. Ik heb eentje in mijn nek erna laten zetten in het Latijns. Ik vlieg met eigen vleugels. Nadat hij kwam te overlijden. Ik heb hier laten zetten. Het is goed je eigen fouten te kennen. En nee, en verder ja, gewoon een groot doodshoofd op mijn been. Dat heeft gewoon echt wel geen betekenis. Godverdomme, man. Ja? Oh. Doet het pijn? Ja, dat doet godverdomme pijn. Lijkt me ook niet echt een fijne plek. Geef mij maar even een zakdoekje voor mijn hand, jongens. Kan ik even knijpen? Dankjewel, LED, voor deze pijn, voor deze plek. Godverdomme. Niet te doen met jou. Ik hoop dat je pijn hebt ook. Ik heb fucking veel pijn, man. Ik ben goed geïrriteerd. Mijn mond ook een keer gesnoerd. Hey, maar Jor, je gaat je niet laten kennen, toch? Ik laat me al kennen. Heb je al spijt, Jordan? Echt spijt, man. Ik zweer het je. Mooi. Wow. Tering. Ik vond het wel een mooi plekje. Wacht maar tot je hem ziet. Ik kan echt niet tegen pijn, ik kan alleen tegen pijn geven, maar pijn nemen, dat kan ik niet hebben. Jij, zit jij lekker? Nee, eerlijk gezegd, het valt wel mee. Dan heb ik al jouw pijn, ik ga dood. Oh, tyfus. Oh. Elodie hoor ik amper. Dus in de villa hoor ik er veel meer, de hele dag door. Die stem ging door je botten heen. Godsamme. Moet je misschien een nieuw doekje? Oh, nou, wacht even hoor. Bro, ik moet 1 seconde stoppen, maar ik kan het niet meer hebben. Dit is wat. Nou, je bent toch wel op een kwart. Niet vervelend doen, nou. Het is toch de homovlag? Dat is nou gezegd. Of zie ik dat verkeerd? Nee hoor, schat, ik pest je maar. Gewoon pijn, maar ik wil gewoon stoppen. Zo, vriendin, hoe is het hier? Word je nou niet met een minuut banger wat er op je ribbetjes wordt gezet? Nou, ik kan gewoon echt niet raden wat het is. Ik probeer het echt uit te vogelen, maar ik heb alleen het gevoel dat hij echt heel groot wordt. Nou, één ding, hij is niet klein, nee. Nee, dat gevoel kreeg ik al wel. Ja. Waar ben ik aan begonnen? En Jordan, wat doe je me aan? Och. Je moet nu wel altijd een strakke taille blijven houden, hè? Anders wordt het een soort, een soort rhododendron in plaats van een... Lieve schatten, de ene had het zwaarder dan de ander, maar dit is het moment. En was te horen. Godverdomme, man. Wat een pijn heb ik gehad, zeg. Een diepe plek heb jij gekozen. Ik dacht dat ik een pijnlijke plek had gekozen, man. Zijn jullie bang? Nog banger? Ja, ik lag daar voor mijn gevoel best wel lang, dus ik heb wel een beetje het gevoel... Nou, schat, ik ook. Ik heb hartstikke lang zitten wachten. Ja, maar dat hij groot is. Dat is hij zeker. Daar heb jij toch geen schrik van? Dan gaan we met jou beginnen, lieve schat. Ja? We gaan het spiegeltje deze erbij pakken. Oh. Dit doet nog pijn, man. Pleuris, dat doet pijn, gaf. Ik ben echt benieuwd, man. Tering, een kroontje, maar hij is groot, man. En donker. En zwart. Ja, Jordan reageert geschrokken. In eerste instantie, achter de mond gaan. En? Eerlijk gezegd ben ik er wel blij mee, maar hij is wel fucking groot, man. Hij is lekker groot. Hij is fucking groot, maar hij is wel mooi. Ik zeg je eerlijk, hij is wel mooi. Ik heb je nog gespaard. Ik had verwacht dat ze me zou naaien. Ze naait me een klein beetje met de plek, want het doet echt fucking veel pijn. Maar de kroon zelf vind ik mooi. Waarom heb je een kroontje gekozen? Ja, kijk. Jordan kwam aanlopen de eerste dag in de villa. Ja. Als een king. Als een meneer playboy. En ik dacht echt, wat is dit nou weer voor een figuur? Dat weet je nog. Maar ja, Jordan is gewoon gekroond in de villa. Dat was gewoon de king, the one and only. Hij heeft zijn praatjes waargemaakt. Ja, eerlijk, maar als je echt... Je verdient hem. Hij is prachtig, man. Ik ben er heel blij mee. Goed zo. Hé, wat saai. Dat heeft ze goed gedaan. Elodie, vriendin. Ik laat jou niet langer in spanning zitten. Dus bring it on. Zeg,
had niet verwacht dat ik dit voor haar heb uitgekozen. Wauw. Wat is dit, zo'n beeldig? Wat vind je er zelf van? Oh, zo groot. Ja, hij is wel heel prominent aanwezig, die tatoeage. Maar... Het ontwerp. In de Ex on the Beach zei je de hele tijd palm, palm, boom, dit, palm, boom, dat. En ik vond het een leuke aandenker voor je van onze tijd die we daar hebben gehad. Dat vond ik wel schattig. Ja. Maar wel blind vertrouwen, hè? Echt, hè? En we hebben gewoon... En je dacht dat ik je zou naaien, hè? Ik ben er wel blij mee. Ik ben wel echt blij met die tatoeage. Maar het is wel echt heel erg wennen, zo'n stuk in je zij. We zijn blij toch, alle twee? Ja. Helemaal een knuffel, schat. Goed zo. Oh. Liefde allemaal in deze. Ja, tuurlijk. Wij zijn... Goed zo, schatsen. Jordan en Elodie zijn er goed van afgekomen. Ze hebben super toffe tattoos voor elkaar ontworpen. Maar het kan ook anders. The most extreme tattoo parlor in the world. Oh my god. Is back open for business. Join Charlotte Crosby and her brand new co-host, Scotty T. He's amazing. For the show that you hate to love, but can't bear to miss. Never ever get a tattoo blindfolded. Ever. Een gloednieuw seizoen van Just the Two of Us. Elke donderdag om 9:30 op MTV.